Dit is WNL op zondag. Goedemorgen en welkom bij WNL op zondag. Wat kan de overheid doen? Oké, Arnie, het is zo dat het argument erbij was van... ja, maar dit gaat zoveel accijns opleveren... want dan gaan we het behandelen alsof het een pakje sigaretten zijn. Dus dat levert ons honderden miljoenen op en we hoeven het niet meer te gedogen. Nee, nou, ik ben gewoon tegen. Want als je hiermee begint te gedogen, je schuist steeds verder op. En dat is bij mij het punt. Ik blijf gewoon bij het standpunt... wat ik al 12 jaar ook in de Kamer heb gehad. Maar waar schuif je dan naartoe op? Nou, anders schuif je op. Je begint met wiet en je gaat steeds verder. We hebben dat in de Kamer ook altijd uitgelegd gekregen. En dan zeg ik gewoon, je verbiedt het en we gaan het niet doen. Maar waar schuift het dan naartoe op? Dat mensen hoe langer hoe meer verslaafd worden en van het een naar het ander verder opgaan. Ja, op naar de cocaïne. Alcohol is ook gewoon legaal. Ja, daar hebt u ook gelijk aan. Alcohol is ook illegaal, of is legaal. Maar mijn standpunt daarbij is, of je doet het... En je gaat gewoon zeggen, het is gewoon en het mag allemaal. Je kunt niet het een of het andere doen, maar ik blijf voorlopig nog bij het standpunt wat ik altijd heb. Nee, nou, ik ben wel heel blij, mag ik heel even, want ik ben heel blij dat meneer Teve hier zit, want die gaat er uiteindelijk bijvoorbeeld over. Want VVD wordt erop aangesproken door D66. Dus dat is heel belangrijk, dat dit is de steun van het kabinet. Een van de belangrijke partijen die ondersteunt. Dus het is nogal wat dat zij nu zeggen, ja, dit willen wij. Want ze willen wisselgeld met het kabinet. Zodat ze op een ander punt kunnen zeggen, nou oké, nu krijgen jullie je zin. Nu willen wij onze zin. Zij willen dit gewoon het is helder organiseren. Wat het kabinet op dit moment wil, dat is niet het legaliseren van softdrugs. Dus dat is volstrekt helder standpunt. Waarom en eigenlijk daar vindt u van niet? Nou, ik vind al heel lang van niet. Nee, ik weet dat dat geen nieuws is, maar toch maar even. Het kabinet wil dat ook niet op dit moment. En daar hebben we het mee. Ja, ik zie dat, D66 wil dat al heel lang wel. Nou ja, we zullen zien als er weer verkiezingen zijn in 2017 wat er dan uitkomt. Punt voor D66. Maar dit is niet iets wat ik nou denk, daar val ik hier vandaag op zondag van de bank af. Ik bedoel, dit hoor ik Pechtold al 20 jaar roepen. Ja, u was dus eigenlijk niet onder de indruk, daar komt het Nou, niet zo heel erg. Nee, goed, gaan we door. Ik wil toch even, het is toch nog heel even dan. Het is toch niet consequent. Je verbiedt de teelt, maar je kunt het wel in een shop kopen. Daarom krijg je gewoon, zeker in Brabant en Limburg... en trouwens ook in het noorden van België... gewoon een enorme zwarte handel in dat soort drugs. Wat ontzettend gevaarlijk is voor de rechtsstaat. En dan, daarom vind ik, waarom kies je dan niet op een gegeven moment... ook niet voor het verbieden van het verkopen van drugs... van marihuana. Ja, nou ja, goed, dat is een discussie die je inderdaad kunt voeren. En die gaan we nu niet doen, want we gaan nu over wat anders hebben. Ik wil toch even... Het is toch nou, niet nog consequent. Heel even dan. Het is toch niet consequent. Je verbiedt de teelt, maar je kunt het wel in een shop kopen. Daarom krijg je gewoon, zeker in Brabant en Limburg... en trouwens ook in het noorden van België... gewoon een enorme zwarte handel in dat soort drugs. Wat ontzettend gevaarlijk is voor de rechtsstaat. En dan, daarom vind ik, waarom kies je dan niet op een gegeven moment... ook niet voor het verbieden van het verkopen van drugs? Goed. Wij schaamden ons dus